heel gespannen sfeer op het einde van de wedstrijd. Veel verwijten in alle richtingen. Wat is er aan de hand? Ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Ik heb het al persoonlijk met de scheidsrechter erover gehad. Ik wil zeker niet onsportief zijn. Ik wil vooral AKC proficiat wensen met hun titel. Voilà, ja. Maar jullie zaten niet goed in de match, hè? Op het einde wil ik zeggen. Want tot de gelijke stand 17-17 was er geen veldje aan de lucht. Daarna is het bij jullie fout gelopen. Ja, het was moeilijk, ik weet het niet. Vak van David vond zijn een draai zo niet. Ik heb er wel geprobeerd met een paar wissels, maar ze kwamen er niet goed uit. Ik denk dat we geen één afstandsschot scoren in dat vak. En dat is voor de topschutter van heel de competitie een beetje abnormaal. En dat ligt niet alleen aan David natuurlijk, hè, maar dat is te weinig om te kunnen winnen natuurlijk. Hè. Zo goed als het vorige week ging tegen Boekenberg. Ja, zoveel foutjes en onzuiverheden waren er vandaag eigenlijk. Klopt, hè. Het was heel zenuwachtig. Ik denk dat iedereen daar last van had. Beetje jammer. Ik denk voor de neutrale supporter dat het wel spannend was. Maar mooie korbal was het niet echt, denk ik. Spijtig. Een einde in mineur voor jouw eerste finale. Met wat voor gevoel sta je hier, Bart? Ik ben heel fier op mijn ploeg. Natuurlijk ook wel teleurgesteld. Maar over het resultaat dan. Want mijn ploeg heeft er alles aan gedaan om hier te winnen. Daar kan ik alleen maar fier op zijn. Daar kan ik niet zo over zeggen. Ik kom nog één keer terug op die scheidsrechter. Je zegt, ik heb met hem gepraat. Mogen we weten waarover? Toch proberen. Als ik het ook zo hoor van veel neutrale mensen, die zeggen allemaal, kan ik het toch zeggen, dat het heel jammer is en dat het niet eerlijk verlopen is, zal het zo zeggen. Ja. Dat er te veel in jullie nadeel gefloten is? Of in het voordeel van AKC Luma? Ja, een beetje van beiden, hè, denk ik. Als je ziet hoeveel dat we niet meekrijgen en hoeveel dat we ook tegenkrijgen. Als je maar 2 vrije worpen krijgt op heel de wedstrijd. Er gebeuren zoveel fouten in deze spannende wedstrijd. AKC krijgt er denk ik 13 of 14. Ik begrijp niet hoe dat komt, dat verschil. Allee, ook in verschil in strafworpen is gewoon... Ja, het leek niet eerlijk, maar ik moet het eerst eens op mijn gemak terug bekijken, denk ik. Ja, want laten we wat afstand nemen als jij als coach. Kan dat een tweevoudige scheidsrechter van het jaar, die moet zo'n wedstrijd toch perfect in goede banen kunnen leiden en beslissingen kunnen nemen in eer en geweten? Ja, dat zal zeker niet expres geweest zijn, denk ik. Hè. En, de vorige wedstrijd dat we hebben gehad was hem echt heel goed. Hè. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Ik vond van nou iets minder, ik heb het hem ook gezegd. Iedereen kan iets minder zijn, hè. Daar heb ik ook alle respect voor. Dus dat wil ik het ook bij laten dan.